Machteloos. Machteloosheid is het gevoel wat ik heb. Tegelijkertijd snap ik heel goed waarom dat ik hier ben. En gaat het uiteindelijk om de veiligheid en die overweging hebben we gemaakt. Maar het is natuurlijk een machteloos gevoel. Ik kan helpen, maar het is beperkt wat ik kan doen. Wanneer was het moment dat u dacht, dit gaat niet meer, wij moeten hier weg? Daar ging iets aan vooraf. 29 november heb ik voor de eerste keer de mensen bij elkaar geroepen. In een crisisberaad, ja. Omdat ik zag dat we die onderhandelingen niet de goede kant uit gingen. En we moesten ons voorbereiden, zeg maar, op een situatie dat we hoopten voor het beste, maar ons voorbereiden op het slechtste scenario. En het slechtste scenario zou oorlog zijn. En ik heb in 2010 in Afghanistan gezeten. In 2014 heb ik meegemaakt de MH17. Dus ik ben gewend om te plannen op slechtste scenario's. Hoe doe je dat? Door gewoon een scenario uit te werken. Wat staat er in het scenario? Dat zijn aanvallen door de lucht, aanvallen over land, een cyberhack, geen communicatie, al dat soort scenario's. En wat doen we dan? Dat doe je niet alleen, dat doe je samen met de collega's in Nederland. Dus we zijn op de 29 november begonnen. Hebben we de hele maand december eigenlijk gebruikt om gewoon ons voor te bereiden. Fysiek, voedsel kopen, benzine, diesel, water, dat soort zaken. Hele praktische zaken. Maar ook satelliettelefoons. Als er geen telefoon niet meer zou zijn, hoe kunnen we elkaar bereiken? Waar woont iedereen in de stad? Hoe vinden we elkaar? Er is dus... een